jullie kijken naar een hele nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 20 januari. En ik ben eigenlijk lesmoment gevraagd om vanavond 2 shows mee te gaan dansen. Ergens helemaal in het oosten van het land en ergens helemaal weer in het westen van het land. Dus het wordt lekker veel reizen. Ik had gisteravond, had ik een poll geplaatst op mijn community YouTube ding gebeuren. En daar vroeg ik eigenlijk bij van, hey, zouden jullie het leuk vinden als ik jullie wat vaker mee zou nemen naar boekingen? En ga ze maar door. Eén keer raden waar deze video over gaat. Dat gaat daarover. Ik neem jullie vandaag lekker mee achter de schermen. Ik dans samen ook nog met iemand. Bibi heet ze. Door haar ben ik ook eigenlijk gevraagd. Ik ben eigenlijk via een omweg gevraagd. Maar met haar ga ik vanavond lekker dansen en optrekken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga jullie lekker helemaal meenemen in het proces. Ik weet niet hoeveel ik kan filmen daar. Maar dat zien jullie allemaal later deze vlog. Ik ga nu even heel snel douchen. Want ik moet namelijk over 2,5 uur weg. En ik moet nog douchen, haren doen, make-up doen. Mijn koffer inpakken. Want ik moet wel een paar dingen mee. En zoals je ziet, mijn haar is echt, ja, bah. Ik moet ook echt even weer heel gauw naar de kapper, want het ziet er echt niet meer uit. Maar goed, laten we even heel gauw gaan douchen en wat minder lullen. Want dan heb ik veel meer tijd om dingen te doen. Zo, daar zijn we weer met de opnames. Als allereerst begin ik eigenlijk altijd met mijn wimpers plakken. Dit zijn de wimpers van Lash Babe en ik heb de Clashy Bay van 12 mm. Als allereerst begin ik om mijn wimpers lijmen ready te maken of wimper ready. En dit doe ik aan de onderkant van mijn wimpers. En ik doe niet te veel, want ik heb geleerd als je te veel doet dat het dan bizar erg gaat plakken. Dus ik doe gewoon lekker een klein beetje aan de onderkant van mijn wimpers en dat is ook echt meer dan voldoende. Dan is het tijd om de wimpers erbij te gaan pakken en ik gebruik deze oprecht al bijna iets langer dan een jaar. Dus moet je nagaan hoe lang je ermee kan gaan doen. Het zijn kleine segmentjes eigenlijk die je op je wimpers plakt en ik gebruik er 3 omdat mijn oog van zichzelf niet echt heel erg groot is. Hier zag je even dat mijn lijm aan mijn oog bleef plakken, dus daarom dat ik eigenlijk ook altijd mijn ooglid wat meer omhoog haal, want anders gaat alles plakken en dat wil je niet. En dan ben je veel langer bezig dan dat je daadwerkelijk bezig hoeft te zijn. En ik ga heel eerlijk met jullie zijn, ik kreeg deze reclame altijd heel erg op TikTok en ga ze maar door. En ze zeggen dat het oprecht gewoon binnen 5 minuten klaar kan zijn. Ik heb in deze opname die ik jullie nu laat zien, dan heb ik er ongeveer een kleine 10 minuten over gedaan. Maar dat kwam ook omdat mijn linkerkant, zoals je hier nu ook kan zien, niet helemaal meewerkte. Maar oprecht, het is gewoon letterlijk je lijm aanzetten. Even wachten, je wimpers erop zetten en het is klaar. En als ze goed zitten, dan hoef je er ook gewoon niks meer aan te doen. En dan is dit je eindresultaat. Dan gaan we door met concealer en ik gebruik deze van Essence. Het is een camouflage waterproof. En deze gebruik ik oprecht ook al sinds vorig jaar, dus moet je nagaan hoe lang ik er weer mee doe. Ik heb wel sinds kort een nieuwe gehaald, maar ja, dat is letterlijk dezelfde. En deze doe ik eigenlijk over mijn gehele gezicht, zodat alles wat rood kan zijn bedekt is, aangezien ik heel erg snel rood word. En dit is oprecht de perfecte concealer voor mij. Dus wel zie ik er nu heel erg wit uit, maar er komt later verandering in. En met verandering, dat gebeurt bij deze. Dit is een Bolero bronzerpoeder en ik kreeg dit vorig jaar aangewezen van mijn duopartner. En ik gebruik dus helemaal geen foundation meer, omdat deze poeder je huid zo goed bedekt en donkerder maakt. En op camera kan je het niet heel goed zien, maar als je mijn dansvlogs hebt gekeken, dan zie je dat dit echt, nou ja, binnen een mum van tijd gewoon verandert. Dan gaan we door met highlighter en normaal gesproken doe ik die poeder die hiervoor was en de highlighter andersom. Maar ja, nu in dit geval niet. Ik doe de highlighter eigenlijk om mijn jukbeenderen iets verder daarboven. Ik doe het ook daarnaast om mijn kin, op mijn neus en op mijn voorhoofd. En mocht er nog plekken zijn waarvan ik denk van ja, dat wil ik, dan doe ik dat ook. Hey, waar heb je poppie van me? Hey, vlog. Mag ik je neus? Het gaat er zo over te doen. Gaat goed. Ik wil je even je glimneus maken. Zal ik een keer wat doen? Dat jij een dansmake-up gaat doen. Ik ben niet gek. I'm a Barbie girl. In a Barbie girl. Die vlog. Hallo. Oh, je hebt het gepakt. Ja. Oh nee. Nu kan je niet alles in één keer meer versnellen. Dat wil ik niet zo plan eigenlijk. Dan gaan we door met de oogschaduw. En ik heb dit palet oprecht net nieuw.
En ik heb nog nooit oogschaduw bij mezelf gedaan, dus dat werd wat. Maar goed, in ieder geval, ik had een wat donkere kleur gekozen, omdat ik ja op het podium sta. Dus dan is het wat logischer. En dit is uiteindelijk het soort van eindresultaat geworden. Ik vind het zelf bij mezelf niet staan, maar ik vond de glitters echt helemaal fantastisch. En aangezien ik toch op een podium ga staan en glitters helemaal je van het zijn, dacht ik van oké, weet je, laat maar. Ik kan er op zich wel aan wennen, zoals je hier ook kan zien. Hij is goedgekeurd. Dus laten we heel gauw doorgaan met de koffer inpakken. Ik heb mijn make-up gedaan. Het ziet er heel raar uit, als vanaf deze kant, maar het is niet zo heftig als dat het lijkt. Ik ga nu mijn koffer inpakken en nog even heel gauw mijn haar doen. Ik heb mijn haar als laatste gedaan, omdat ik dus onder de douche was geweest. Let's go inpakken. 1 hour later. Nou, jongens, ik heb nog nooit zo heftig mijn haar gedaan. Alleen zelf. But I'm ready to go. Ik ga gewoon lekker in mijn soort van trainingskleding. Ik ga even in een andere spiegel koekeloeren. Ik denk dat ik nog wel wat make-up zo meteen ga bijwerken. Maar ja, dat komt zo meteen wel. Maar dit is haar. We hebben half op. Ik weet niet of ik even zo kan. Ik weet niet of je het ziet. Maar dat vind ik zelf heerlijk eigenlijk. Zodat het gewoon lekker uit je gezicht is. En het is verder gewoon los. En ja, de kleding voor nu. Ja, ik krijg nog kleding. Maar voor nu heb ik gewoon lekker een legging. Deze aan heb ik de Udo trui aan. Dus ja, laten we de laatste spullen pakken. Ga ik jullie even een hele snelle tour geven door mijn koffer. En dan gaan we ook echt onderweg. Oké, even een hele snelle korte tour door mijn koffer. Jullie kennen deze koffer denk ik wel van mijn wedstrijdvlogs. Maar in ieder geval, ik heb hier 2 powerbanks klaar liggen voor het geval dat. Ik kan mijn telefoon ook altijd opladen in de auto, daar niet van. Maar ja, voor het geval dat. Ik heb hier wat snackies tussendoor. Ik heb paracetamols heb ik mee. Ik heb mijn luchtje mee. Ik heb voor de zekere maatverband mee. Echt in alle soorten maten. Ga zo maar door. Extra sokken. Hier liggen mijn inlegkruisjes in. Maatverband tampons. En nog een kam en nagelknippertje. Ik heb make-up doekjes mee. Deo. Ik heb deze gel. Heb ik ook nog mee voor het geval dat. Is eigenlijk officieel voor mijn dans gebeuren. Maar ja, hè. Haarlak, deze heb ik nu ook in. En verder, dat was het. Hier heb ik dan al mijn make-up zitten die ik ook vandaag heb gebruikt. En die heb ik gewoon heel heerlijk handig hier. En dan hier heb ik, eigenlijk heb ik geen kleding mee. Ik moet alleen zwarte schoenen en witte schoenen mee. Dus dat zijn die. En ik heb een extra joggingbroek en een soort van tweede huididee. Dat mijn ondergoed niet doorschijnt. Want ik heb dus geen huidskleur. Dus dat is heel erg handig om te hebben. En verder, ja, ik moet mijn pasjes ook nog meenemen. Dus dat is helemaal gereed. Dit is trouwens ook echt mijn allereerste dansboeking ooit op zo'n manier. Ik weet oprecht niet wat ik kan gaan verwachten. Maar ik weet wel dat ik mezelf echt heel erg goed uit wil zien voor even iemand die zo gaat dansen. Maar oké, dat maakt niet uit. Laten we schoenen aan doen. Laten we een koffer dicht doen. En onderweg naar Leidschendam uit mijn hoofd. Want dat is boeking 1. Nou, het is even wat donker. Je ziet me ook echt totaal niet. Ik heb net geparkeerd op een plek waarvan ik echt denk van oké, hoe kon ik daar mijn auto kwijt? Maar in ieder geval, we zijn er. Dus een koffertje mee. Ik ga even heel gauw kijken waar de ingang is. En dan ben ik zo bij jullie terug. Over eten gesproken. Oh lord. De food is live. De food is live. We moeten nog door tot vanavond. We zijn er. We hebben het eten gekregen. Drinken gekregen. Meteen een pakje aandoen. En dan zijn we er klaar voor. En het is 10:30. Dus 20 minuten moeten we op. Oh. Bibi is de wimpers aan het plakken hoor. Wat een goed licht dit trouwens. Ja, echt verschrikkelijk. Bibi is de wimpers aan het doen. Eentje zit er wel op en de andere niet. Hopen dat het blijft plakken. Ja, echt zo. En jij zei het plakt heel goed. Ja, oprecht. Deze wimpers die blijven echt 3 dagen bij mij zitten. Ja, echt. Ja, ik ben oprecht een lompen. Als we zo meteen een wimper zien vliegen, dan weten we hoe het komt. Nou, dit is de outfit. Ik had even niet gepraat omdat ik echt vol in de wc stond. Maar dit is de outfit. Lipstick is gedaan. En we are ready to go on stage. We are the people.
naar de volgende. Hoe ging het, Bibi? Ja! Lekker hoor. Mooi. We gaan door naar de volgende. We moeten een beetje haasten, want het is... hoe lang was het rijden? 2,5 uur? 2 uur en 5 minuten. Oh, 2 uur en 5 minuten. Valt op zich mee. We gaan nu weer met de hele inboedel onderweg. Dit wordt wat. Zojuist de eerste boeking gehad. Het ging echt dondersnel. En nu ga ik proberen om de auto uit deze parkeerplek te halen, want er is niet heel veel ruimte. Maar ja, we hebben ook niet heel veel tijd. We moeten over 2 uur en 5 minuten even rijden. Het is 2 uur en 5 minuten rijden, dat wil ik zeggen. Maar het was echt heel tof. Het publiek ging ook echt mee. Oh, ik glij weer uit op dezelfde plek als net. Oh, nou, koffer inladen. Je ziet ook echt helemaal 3 keer niks. Hoppa. En nu gaan we onderweg. Oké, je kan het hier wel zien. Het is letterlijk 2 uur en 201 kilometer. We komen 10:55 aan en het is nu 9:05. Oh, dat wordt wat. Maar ja, het is wel echt superleuk. Er zijn echt hele gezellige mensen, dus dat komt allemaal goed. Oh, het is weer groen. Oké, doei. 1 hour later. Nou, we hebben even een korte tussenstop. Ze moet even tanken. En ik had al drinken, dus ik hoef verder niks. Dus ik sta gelukkig even stil. ik moet echt ziek nodig naar de wc. We zijn nu op de helft. We moeten nog een uur. Hoe laat is het nu? Het is nu 10:15. Toen nog iets van 3 kwartier of zo. Dus op zich, we zijn er wel bijna. Dus dat scheelt weer. Even snel een korte tussenstop. En dan gaan we weer verder rijden. Boep, boep. Ready voor show nummer 2. Let's go! Ready! Oké, okay, let's go! Blijf bij me! Af van me! Elke dag van zon zie ik links, rechts, links, rechts. Uit vakantie! Links, rechts, links, rechts. Klaar met show 2. En wat nu de bedoeling is, ik heb geen idee. Ik heb zelfs een speldje gekregen, joh. Wat goed. Het is ondertussen 2:30. Ik dacht dat je het gewoon tegen mij had, niet voor de video. Oh ja, 2:30. Auwe. 2:30. Het was wel leuk. Het was echt heel gezellig. Hé, hey, even zo 2 boekingen, boom. We kennen elkaar gewoon sinds vanavond. Ja, dat is goed, hè? Ja, toch? Ja. Echt heel goed. Ja. Vond je het leuk? Ja, heel erg leuk. Ja, mooi. Ja, anders waren we niet nog steeds hier. Nee, dat is waar. Maar je moet me wel laten weten als je thuis bent. Ja, jij ook. Oké, okay, ja, maar ik ben nog later thuis. Hoe lang? Ja, wij moeten 2,5 uur terug. Ik 1,5. Luister maar, ik kan gewoon in de auto stappen en... Ja, jij wel. Ik niet. Nee, daarom moet jij echt laten weten als je thuis bent. Nee, komt goed. Safety first. Oké, okay, we gaan ons omkleden. En dan... Zonder vlog. Zonder vlog. I'm sorry. Het is ook echt zo rokerig of mistig hier. Ja, ik vind het wel rokerig. Oh, maar goed. Let's go, omkleden, spullen pakken, naar de auto, naar huis. Oké, okay, doei. Mijn stem is zo dood morgen door die rook, denk ik. Het begint nu al. Ja, ik hoor. Het is de volgende ochtend. Eigenlijk middag. Het is op dit moment 11:50. Ik ben onbedacht toen ik thuis kwam gelijk met bed gegaan. Ik denk dat je dat ook wel kan zien aan mijn haar. Mijn lijm op van mijn wimpers zit nog op mijn oog. Wel heb ik mijn make-up al afgehaald. Dat was echt wel echt gezellig. Ik ben echt heel erg blij dat ik Bibi heb leren kennen. En dat we een gezellige avond hebben gehad. En het ging naar mijn mening echt hartstikke goed. Ik heb de beelden nog niet teruggezien hoe het eruit zag. Die moet ik nog krijgen wanneer ik dit opneem. Ik hoop dat jullie lekker genoten hebben van deze vlog. En
als ik het vaker moet doen, let me know. Zo vaak heb ik niet echt boekingen. Maar ik dacht van, hey, dit is mijn allereerste boeking ooit. Dus ik ga jullie lekker meenemen. En dat vonden jullie ook, denk ik, wel leuk. Want jullie hebben volop gestemd op die community poll, om het zo te zeggen. Vanaf nu dus ook wel vaker dansvlogs, aangezien het wedstrijdseizoen ook weer bezig is. En ja, daar ga ik natuurlijk ook gewoon weer vloggen. Dus doe zeker even een duimpje omhoog dat je zin hebt in de dansvlogs. En dan zie ik jullie heel gauw bij een nieuwe dansvlog of bij een nieuwe video. Dat kan ook. Abonneer hier beneden om zeker niks te missen. Klik op het i'tje voor alle dansvlogs, alle video's. Ga zomaar door. Ik heb heel wat playlisten, dus je kan ze lekker aanzetten. En dan zie ik jullie heel snel bij een nieuwe video. Doei!